Nederland is, is, is nog steeds een hoogproductief land. En dat moet ook, want we werken weinig uren. Maar we moeten het dus echt van onze productiviteit, van ons human capital hebben. En als je daar niet voldoende zuinig op bent, als je dat niet voldoende faciliteert... dan, ja, dan graaf je eigenlijk gewoon aan de, aan de wortel... Van die concurrentiepositie die nu nog steeds redelijk sterk is, maar de bedreiging zit met name denk ik in in dat je dus aan de ene kant te weinig mensen opleidt voor de hoogproductieve sectoren en aan de andere kant dat je mensen in die sectoren laat werken maar onder condities waardoor ze niet hoogproductief kunnen zijn. Je ziet dat Nederland zoekt zijn flexibiliteit met name in allerlei flexcontracten. Dus rond het bestaande ontslagrecht. Dat is al een tijdje aan de gang zo. En waar we niet in slagen is om de mensen die op een andere basis werken ook te faciliteren. Zodat ze zich voldoende kunnen scholen, kunnen ontwikkelen, mobiel kunnen zijn en productief kunnen zijn. Dus we hebben wel. Op die manier een bepaalde vorm van flexibiliteit. Ook een behoorlijke banengroei. Maar het dreigt op een te laag niveau te zijn omdat we niet de faciliteiten die gewone werknemers hebben, ook op van toepassing kunnen krijgen op die anders werkende groep. Wat kan daar de consequentie van zijn? Nou ja, de consequentie is dat je dus wel flexibiliteit als bedrijf hebt maar dat de mensen te weinig aan de ene kant gemotiveerd zijn maar te weinig zich kunnen ontwikkelen om het productiviteitsniveau te halen dat dat je van de mensen verwacht en dat ook een bedrijf nodig heeft inclusief ook het innovatievermogen dus wel aanpassen maar nogmaals op dat te lage niveau en hoe kun je dat oplossen nou ja dat kun je oplossen door dat onderscheid tussen die, al die arbeidsvormen minder significant te maken. Dus het moet veel minder uitmaken op welke basis dat je werkt. Het is prachtig als mensen werken en, en dat mag op allerlei manieren zijn. We hebben daar een model voor ontwikkeld dat we heel veel van die flexvormen hebben. Maar zorg ervoor dat mensen in ieder geval ook ontwikkelingsmogelijkheden hebben, dat ze zich kunnen scholen, dat je ze ook steunt in hun een, in een mobiliteit, in hun baan-na-baan-mobiliteit. En zorg dat ze ook een fatsoenlijke arbeids- en een pensioenverzekering kunnen betalen. De oplossing die ligt voor mij in het openstellen van de bestaande collectieve voorzieningen. Waarvan het draagvlak afneemt omdat steeds minder mensen eronder vallen. Uh, geef mensen die op een andere basis werken maar wel in een sector werken, geef die toegang tot die voorzieningen. Uh, geef ze uh, een silver membership card, dan heeft de gewone werknemer nog een uh, golden membership card. Dat betekent dat ze betalen, bijdragen. En ook uit die voorzieningen daar ook een beroep op kunnen doen. Het hoeft dus niet hetzelfde te zijn: hetzelfde betalen, hetzelfde eruit trekken. Maar deze mensen opnemen in de bestaande collectieve voorzieningen. Dat heeft voordelen voor het draagvlak. Maar ook voor het, de productiviteit van mensen waar het om gaat. Zit er ook niet een probleem in het onderwijs? Dat het te weinig aansluit op de arbeidsmarkt? Nou ja, dat is een, een, een oude kwestie al. Maar die wordt steeds meer nijpend. Want je ziet natuurlijk dat, het, dat er veel vrijblijvendheid is in Nederland. Je kan studeren wat je wil. En dan zie je wel hoe dat op de arbeidsmarkt afloopt. Dat ging ook tijden goed. Maar tegelijkertijd zien we dat ook een sterk kwalitatieve mismatch ontstaat. De groei zit met name in de technologie, in de technische sector, in de maakindustrie. En aan de andere kant in de zorg. Maar de animo van mensen. Om zo'n studie te kiezen of om zich om te scholen naar die sectoren is enorm beperkt. Nou ja, dat leidt er bijvoorbeeld toe dat een bedrijf als ASML nu 1200 ingenieurs in het buitenland moet zoeken. Maar dat los je niet binnen een generatie op? Nee, dat, dat los je niet op. Maar je moet je wel sterk afvragen of je zo'n vrijblijvend systeem in stand wil houden, waarin een schooldirecteur. Wordt afgerekend op het aantal studenten dat hij heeft of het aantal diploma's, maar waarin verder niet wordt gekeken naar waar die mensen uiteindelijk belanden op de arbeidsmarkt. En ik denk dat, dat die vrijblijvendheid, dat je daar wat aan moet doen en dat je ook moet zeggen van nou we volgen ook die studenten nog eens een keertje na hun afstuderen om te zien waar ze dan uiteindelijk ook aan de slag kunnen of niet.